Voor het eerst in de historie wordt FC Twente landskampioen in de Eredivisie voor vrouwen. Terwijl de toekomst van de Eredivisie vrouwen deze zomer aan een zijden draadje hing, greep FC Twente de titel aan om het vrouwenvoetbal nog meer op de kaart te zetten. Twente heeft als enige club in Nederland de vrouwen nu onder contract staan. En dat is hard nodig volgens voorzitter Joop Munsterman, die een zelfstandige proftak wil. Nou, niet alleen professionalisering, maar ik denk voor alle meiden in Nederland die een voetbalcarrière willen hebben, is dit een signaal dat ze van hun sport een beroep kunnen maken. Ja, dat voelt natuurlijk wel fijn. Nou, heb je in ieder geval zoiets van, je hoeft niet meer je volledig te richten op school. Moet natuurlijk wel, want het is niet een baan of niet een contract waarvan je kan leven. Maar je kunt wel even je bijbaantje voor in het weekend opzij zetten, dat je wel nog meer op voetbal kan richten dan wat je nu al doet. Maar je hoeft niet te denken in miljoenen bedragen zoals het bij de mannen aan toe gaat. FC Twente is daarmee een voorbeeld voor de andere clubs in de Eredivisie. Zo ook voor FC Zwolle, dat het wel met een paar ton minder moet doen. Ze stoppen er veel geld in, ze hebben er een hoop reclame voor. Ze vinden het heel belangrijk. Dus ja, dat is wel een beetje een voorbeeld voor ons natuurlijk. Zonder dat je dan gelijk moet denken aan contracten en een hoop geld verdienen. Nee, dat niet. Maar de manier waarop ze dat daar doen, ja, dat is denk ik voor veel clubs wel een voorbeeld. En de speelsters in de Eredivisie zijn ook een voorbeeld voor de amateurs. Steeds meer jonge meiden weten de weg naar het voetbalveld te vinden. In 10 jaar tijd is het aantal leden bij de KNVB bijna verdubbeld. In 2001 waren er nog ruim 68.000 leden. Dit jaar staan er meer dan 124.000 speelsters ingeschreven. Diezelfde lijn is ook te zien in District Oost. In deze regio zijn er de laatste 5 jaar meer dan 8.000 voetbalsters bijgekomen. Om nog meer impuls te geven aan het vrouwenvoetbal gaat de Nederlandse Eredivisie samen met de Belgische competitie. 16 clubs vormen met ingang van volgend seizoen de Beneliga. Een positieve ontwikkeling vinden de Overijsselse clubs. Nadat de Eredivisie zeg maar van start is gegaan, ja, is het met een hoop kabaal begonnen. Ze zijn langzaam maar zeker afgezakt. En nu gebeurt er weer wat. In Nederland heb je gewoon nu genoeg meiden om 7 clubs goed op niveau te hebben. Maar als je meer clubs wil gaan beginnen, ja, dan is het gewoon niveau voor de vrouwen gewoon niet goed genoeg voor. Dus dan denk ik dat het niveau van de competitie ook omlaag gaat. En in België zitten ze met hetzelfde probleem. Daar hebben ze wel een competitie van 12. Maar er zijn alleen de beste 5 ploegen die zijn daar eigenlijk aan elkaar gewaagd. En de rest win je met 10-0. Dus als dat samen gaat, dan heb je natuurlijk wel een sterke competitie. En ik denk wel dat we daar beter van worden. Maar belangrijker is dat je wellicht op deze manier een betere league sponsor vindt. En daar is veel media-aandacht voor nodig. En ook die is groeiende. Zo keek Duitsland massaal naar het afgelopen WK in eigen land. De kampioenswedstrijd van FC Twente werd vorig jaar op deze zender door ruim 64.000 mensen bekeken. Dit seizoen zendt RTV Oost dus alle thuisduels van FC Twente live uit. Fantastisch iets van RTV Oost. Er is geen zender die dit doet. En we doen dat samen. En ja, het is een uniek project. Zo.